Een Belg die meer dan 3 jaar lang is vastgehouden in Guantanamo, daagt de Belgische overheid voor de rechter. De man zegt dat onze regering te weinig heeft gedaan voor hem, ondanks het feit dat hij onterecht werd vastgehouden door de Amerikanen als zijnde een mogelijke terrorist. Jens Fransen sprak met de man. Moussa is 32 en Antwerpenaar. In 2001 vlucht hij van Afghanistan naar Pakistan. Want na de aanslagen van 11 september zijn alle buitenlanders die zich in Afghanistan bevinden verdacht. Pakistanse grenswachters vertrouwen het zaakje niet en verkopen hem aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. Die brengen hem over naar Guantanamo. Hij zegt dat hij er zwaar werd mishandeld. Bijvoorbeeld in ondervragingen. Bij ondervragingen wordt je altijd geslagen met... hoe noem je dat? Met de elleboog. Op de nek. Zelfs met een stoel. Een vouwstoel op mijn hoofd geslagen. En dan gaan ze met u lopen. Op de grond vallen. En dan staan ze op je knieën van hier. Ik weet niet, misschien moet je dat eens proberen. Om te zien wat voor pijn dat verwekt natuurlijk. Na meer dan 3 jaar wordt Moussa vrijgelaten. Zonder officiële beschuldigingen, zonder proces. De Belgische overheid heeft hem te lang in de steek gelaten, zegt zijn advocaat Walter van Steenbrugge. We vinden dat de Belgische staat is tekortgeschoten. Mijn cliënt is een Belg. Die zat gedurende jaren zonder enige vorm van protest in Guantanamo. Men heeft eigenlijk niks ondernomen om dat tegen te gaan. En eens dat mijn cliënt werd overgebracht naar België, heeft men hem dan ook nog het voorwerp gemaakt van een zeer zware procedure. En op basis daarvan menen wij dat we rechtsgronden hebben om ook de Belgische staat in dit proces te betrekken.